Weet iemand de grootte met zijn liggen, mannen? Norino, iets fijner snijden, hè? Koken is echt oefenen, oefenen. Hoe meer je oefent, hoe beter je kan snijden. Heel veel kinderen denken, ik kies voor kok. En ik word direct de kok zelfs op tv. Maar eigenlijk moet je beginnen met de basistechnieken toe te passen. Je werkplaats organiseren, leren snijden. Nog fijner, ik wil een mooie brunoise. Moet ik het voordoen? Ja. Je wortel die is rond en die gaat rollen. Ja, dus als je wilt snijden, gaat die wegrollen. Je legt ze op elkaar en dan ga je mooi reepjes snijden, zie je het? Ja. Dan leg je je staafjes bijeen en ga je draaien. In mijn ogen is een goede praktijkleraar iemand die dat de leerlingen heel veel leert, maar die dat ook eigenlijk een luisterend oor voor hun is. Ja. Ik heb leerlingen dan vastlopen en dat we dan samen kijken wat kunnen we doen of wat is de oplossing. Wanneer dat we... Nee, rustig, rustig. Hier, stek kalm. Hier, keukenpapier. Tijdens de praktijkles waren er ook sommigen die dat dan eigenlijk te weinig in hun eigen geloofden, terwijl die het wel kunnen. Ziet er wel goed uit. Laat dat zo staan en je begint dan je saus. Maar dat die juist dat setje nodig hebben. Kom aan, je kunt dat. Geloof eens in jezelf. De leerlingen uit het beroepsonderwijs die kunnen veel meer dan ze soms laten zien. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Je kunt het nog. Ik probeer daar zoveel mogelijk uit te halen. En die eigenlijk met kleine dingen toch klaar te stomen voor een gewone werkvloer. Ik zou graag hebben voor de speeltijd dat uw soep opstaat en dat uw werkpost proper is. Allee, hop, hop, hop. Beetje doorwerken, hè. Dat is gewoon verstand op nul als je in de keuken staat, hè. Dat is alles geven en alles doen. Lukt het, Sidra? Je moet zien, want hij is bijna zwart, hè. Je moet actief zijn, want anders staat een pan in brand of die verbranden of die snijden in je vingers. Pas op, met de mijn hand. In de horeca is dat een harde wereld, hè? Oh, niet op de stress. Blijf kalm, blijf rustig. Ik moet eigenlijk zorgen dat die leerlingen werk zien en dat die tegen dat ze naar een derde graad gaan, dat ze helemaal zelfstandig kunnen werken en dat ze klaar zijn voor op de stageplaatsen te functioneren naast een kok. Ik kijk daar wel vol bewondering in. Die zitten daar ook echt omdat ze die stijl per se willen leren. Als je die binnenkrijgt in tweede, dan zijn dat eigenlijk nog zo snotneuzekes en dan weten die het allemaal niet zo goed. Maar als je dan ziet dat die echt op hun plaats zitten en dat die genieten van wat dat ze aan het doen zijn, dat geeft wel voldoening. Smakelijk. Smakelijk.